De spits van Rotterdam die afgelopen zomer al naast stond. Dat is geen vliegticket naar Denemarken. Oh, dat is mooi. Dat zie ik wel. De helft van de beker gehaald. Ja. Lijkspel is op dit moment denk ik ver weg, maar dat moet een mooi punt geweest zijn voor dit jaar. Ja, nee, absoluut. Dat is voor mij natuurlijk hoogtepunt geweest. In de eerste finale gelijk een doelpunt maken. Dat tekenen heel veel mensen voor en ik natuurlijk ook. Dus ja, dat was wel mijn hoogtepunt. Ja. Ja. De situatie nu bij Feyenoord. Misschien ook dan wel gelijk een dieptepuntje misschien wel. Nou ja, natuurlijk wel. Als je je plekje verliest, dan is dat nooit leuk. Alleen ja, op dit moment heb ik daar weinig over te zeggen, want het staat gewoon goed. Nicolai doet het gewoon goed. En, ja, dus ik moet gewoon mijn mondje houden. En, in de minuten die je krijgt, kan het maken. Zie jij dat, Martijn? Nou ja, natuurlijk. Hij zegt terecht, ik heb er niks over te zeggen, want die Jurkens die draait als een tierenlier. Wat ik wel vind, is dat toen die kwam, Jurkens, is natuurlijk nooit een echte concurrentiestrijd geweest. Hij kwam binnen en het was eigenlijk al vrij snel duidelijk dat hij de eerste spits zou worden. En hij zal het wel beamen. Een echte concurrentiestrijd is het eigenlijk nooit geweest, want in de voorbereiding, de keren dat jij hebt meegedaan, volgens mij scoorde je elke wedstrijd wel. Alleen ja, de keuze was gewoon bepaald. Ja, je kunt nu achteraf zeggen van dat het een goede keuze is geweest. Hij is topscorer en een paar assists ook nog. Alleen ja, wat ik zeg, ik denk wel dat je verwacht, zeker als je ook voor het seizoen niet eens heel slecht hebt gepresteerd, 14 goals volgens mij, bekerfinale gescoord, ja, dan verwacht je in ieder geval wel een kans in de voorbereiding. Of in ieder geval dat je kunt laten zien dat het een tweestrijd kan worden. Ja, dat is nooit, naar mijn mening, nooit gebeurd. Is er in de beginperiode dan een periode bij Jurgensen geweest, vind jij, dat dat meer open had moeten liggen? Of waren daar kansen voor Michiel? Misschien in het begin. Hij ging wel vrij snel scoren. Ja. Ja, weet je, als een trainer eenmaal wat in zijn hoofd heeft, ja, dan stapt hij er niet zo heel makkelijk vanaf. En dat is denk ik gewoon wat nu gebeurd is. Maar ja, nogmaals, hij zegt het terecht, wat moet je zeggen? Nee, inderdaad. Topscorer, assist, ja, dan moet je gewoon op je beurt wachten. Hè. Je weet niet hoe fit hij blijft, ja, dan zal hij er moeten staan als de kans komt. Ja, zelfs de grote Dirk Kuyt moet af en toe zitten bij deze trainer, dus wat dat betreft. Ja, er zijn er weinig, normaal zeker, van de basis.